In deze video bezoeken wij een verlaten klooster in Nederland. Het klooster, dat stamt uit 1930, heeft 3 decennia lang gefunctioneerd als opleidingscentrum voor honderden broeders. Helaas kwam er een einde aan deze bloeiperiode, aangezien zich gedurende 30 jaar steeds minder nieuwe broeders aanmelden. In de hedendaagse samenleving is het leven als broeder of non een zeldzaamheid geworden. Na het einde van de broederopleiding heeft het klooster nog enige tijd als andere doeleinden gediend. Echter, rond het midden van 2010 is het klooster officieel gesloten. Sinds de sluiting heeft de gemeente diverse plannen overwogen voor het hergebruik van het klooster. Tot op heden zijn echter alle plannen steeds van de tafel geveegd. Wat de toekomst brengt voor dit klooster blijft voor nu een open vraag. Maar nu gaan we eerst kijken of we binnen kunnen komen. Hoi. Hoi. Yo. Is het open toevallig? Wat? Is het open toevallig? Open? Ja? Of weet jij niet toevallig? Dat dit open is, weet je dat? Nee, ja. Wat? Ingang, weet je toevallig de ingang hier? Jullie denken ook dat het een spookhuis is, of niet? Nee. Oh. Op laten branden natuurlijk wel. Oké. Ja, wat? Yo. Ja. Dus. Raar gedrag wat ze vertonen. Hè? Raar gedrag. Ja. Hier. Sowieso het opstaat hier over die. Ja. Ik ben steeds weer terug. Ik blijf weer terug op de plek. Nee, ze lopen deze kant op. Ze lopen deze kant op. Ik denk dat de kassen denken dat ze het kunnen pakken, hè? Dat moet ze proberen. We liepen rondom het gebouw en de twee jongeren die we aanspraken vertoonden meteen vreemd gedrag zodra ze mijn camera in mijn hand zagen. Ze begonnen ons te achtervolgen en we hielden ze nauwlettend in de gaten. We lieten hun weten dat wij hun ook in de gaten hadden en al snel merkten we dat ze ons niet langer volgden. Vervolgens zochten we snel naar de ingang en... Zoals je ziet, we zijn het klooster binnengekomen. Er zit een heel mooi gedeelte nu, de kerk. Echt niet normaal. Ik hoop dat jullie hiervan gaan genieten. Dus we pakken nu mooi de camera. En dan gaan we alles kijken, bekijken wat hier te zien valt. Dus kom met ons mee. Gaat er nog één. Grote kluis. Wat zwaar hoor dit. Kijk dan. Oh. Zo, dit zit echt goed vast. Goed trekken. Er zit geen beweging in te krijgen hier. Nou, wat een spelletje. Klojo. Te zien, hè? Ik zeg Klojo dat je bent. Oh, jij bent daarboven. Oh, wacht, het is donker daarom. Ik ga aan de kant. Allemaal dingen overhoop gehaald, zo te zien.
creatief bezig te zijn. Nou, dat is hier niet heel bijzonder. We gaan eens kijken wat de klooster nog meer te bieden heeft. Pijn is al helemaal boven mooie foto's aan het maken, dus ben je ook benieuwd naar die foto's? Check sowieso onze website, daar staan de foto's op. En Instagram en Facebook, al die social media's. Nog bezig? Nee, ik ben klaar. Hè? Ik ben klaar. Oké. Okay. Bijzonder, hè? Zullen we nog maar één keer omdraaien dan? De hele overzicht laten zien. Woem. Blijft mooi, hè? Heel bijzonder. Een biechthok. Ja. Kunnen we hier naar boven waarschijnlijk. Nog verder omhoog. Dat is wel mooi, hè? Ja, mooi zo om te zien, hè? Uh-huh. Allemaal wietzakjes. Hier kijken we naar de binnenplaats. Nou, Pepijn is live. Dus mocht je het willen zien, had je ons moeten volgen op TikTok, hè? Ja. Nee, ik was aan het kijken voor de stabiliteit van de... Ja. Oh. Niet vallen, hè? Nee, ik doe mijn best. Nou, ik ga boven even kijken. Ja, ik zie je zo. Yes. Nou, we gaan naar boven. Het is wel allemaal smal hier. En het wordt nog smaller. Daar gaan we. Oh ja. De klok. Hoe noem je dat? De bel, hè? Als we beneden aan touw trekken, hoor je het wel. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen, want dan worden we gehoord en gezien. Ook nog één omhoog, dan gaan we nog verder. Houdt het op. Nou, we zijn in ieder geval helemaal boven gekomen. En dan gaan we nou maar denk maar weer even naar beneden, hè? Want hier valt verder niet veel te zien. Maar er moet nog veel meer in het klooster te zien zijn, dus laten we het nu even bekijken. Bro, het is zo stijl. Toen we beneden waren, hoorden we andere mensen. We zijn even gaan kijken en het waren niet de jongelui van eerder. Het waren jongeren uit de andere stad. Na een gesprek te hebben gevoerd, zijn we verder gaan kijken in het klooster. Maar voordat we verder gaan... Blijft mooi, hè, zulke gangen ook. Die andere gang. Welke? Daar had je ook zo'n gang. Ja? Welke kant gaan we eens in? Die kant ook? Nee, ik ga gewoon niet langs. Je kunt toch rondje lopen. Ja, dat zeker. Ik weet alleen niet welke gang dat was. Volgens mij een andere gang. Die was helemaal clean. Ja? Ja. Kijk, als je op de grond kijkt, zie je allemaal van die zwarte voetstappen. Ja, klopt. Dat is dat spul wat daar ligt. Oké. Okay. Oh ja, zo lijp, hè? Grote gangen.
Ja, het is echt een klooster, hè, zoals je ziet. Veel gangen, maar dat is ook wel mooi, hè. Het is een keer wat anders dan gewoon normale huisjes die we bezoeken, hè. En hoe? Dat is wel heel lijp. Ja, hier is het spul wel, hè. Ja. De grond allemaal. Wat is dit allemaal voor spul? Nou, hier komt het allemaal vandaan, verf of zo, of... Nee. Het is een fikje gestookt hier. Ja, hè. Olie. Dat denk ik wel. Zeg maar, ja. Olie wat op de grond ligt. Olie, hè. Ja. Ik zou er alleen wel vanaf blijven, want dat is echt een vies spul. Ja. Je hebt ook een ruimte die er helemaal opgestapeld, helemaal vol met allemaal van alles. Ja? Ja. De wc's. Bijzonder, hè, wc. Hier is de deur open. Huh? De deur open. Oh ja, vrek. Voor de binnenplaat. Even snel je rondje hier lopen. Ja, dat is een binnenplaats dus. Ja, dat is ook wel weer bijzonder, hè? Zo'n verlaten klooster. Dat is een keer wat anders dan een huis of wat dan ook. En dit kom je niet zo heel gauw tegen meer, moet ik zeggen. Dus laat eens even in de comments weten wat jullie van deze verlaten klooster vinden. En of jullie het tof vinden, zulke locaties. Ik vind het wel heel tof om hier gewoon te lopen. Het is altijd zo ontzettend groot. Die gangen, verhalen wat hier verteld zijn. Geschiedenis van vroeger, hè? Heel bijzonder. Pepijn komt er ook aan. Zullen we vragen wat Pepijn ervan vindt, of niet? De luisteren hem heel luidruchtig, hè? Ik hoor het, ja. De mensen ook. Maar wat, ik zei net ook, wat vind jij hiervan dan? Mooi. Ja, hè? Is heel wat anders zo, hè? Dat klopt, ja. Het is echt wel een keer wat anders. Ja, natuurlijk zijn veel kamers hetzelfde ook, hè. Dat hoort erbij, maar... Zullen we nog wel meer gaan pakken, denk ik. Ja, precies. Gewoon een paar. We gaan weer verder kijken. We gaan nu even naar binnen toe, gaan we daar verder kijken. Oh, hier. Dat is de klooster zelf, zie je? Hier ook weer, dat is ook mooi. Ja, ik blijf het zeggen, het blijft bijzonder om in een klooster te lopen, hoor. Mooi, hè, hoe ze die frame over die... Dat gedaan hebben, hè? Ja. Klopt, ja. Ja, bijzonder. Ja, nog een extra wandplaats, denk ik. Ja, hè? Isolatie en zo. Dat sowieso. Even in de kelder kijken. Of in de... Ja. Ja. Lekkere trap wel. Ja, hè? Hier, plaatsnaambordje. Oeh. Iets meer onder water. Niet veel, maar... Allemaal bankstellen. Je had wel de... Hier wel meer water scheiden. Ik denk dat ze daarom gesloten zijn. Veel bankstellen. Ja, hè? Zie. Is nog dieper hier. Oude broodjes?
Ja, ik wou net zeggen, pastabroodjes. Ja. Is daar nog wat? Ja, het is hier nog dieper. Nog dieper? Ja, ik heb gewoon de schoenen aan. Oh, dit is de oude water. Ja? Ja, hoe zeg je dat? Hier heb je al die leidingen zo lopen. Jo, hier kunnen we ook weer naar boven. Ja, verder zal hier niet heel veel zijn, hè? Dat denk ik niet, want daar zit alleen die leiding allemaal. Daarom. Dan gaan we hier wel weer naar boven. Nou, dan gaan we weer een trappetje omhoog. Dank u wel, meneer. Ja, anders gaat het weer mis natuurlijk. Ja, ik was net daar. In de keuken. Waar was jij? Hier, ja. Hier. Ik zag die oude balken. Oh ja, echt oude zolder, hè? Oude wc's. S'avonds om 12 uur begint er nieuw leven te komen. De nonnen komen te grillen. Het enige wat hier nog ontbreekt, hier zo, is dan gewoon ergens daar waar die kabel hangt daar. Heel gallig. Ja, 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 precies. Het is pas ook de eerste keer dat wij weer op pad zijn dit jaar, hè? Ja. Nou, dat is veel, tenminste vind ik veel leuker, maar gewoon even lekker weg, lekker genieten nou, hè? Gewoon even eruit. Wat zullen we doen? Precies. En zoals je ziet, er is niet heel veel hier. Heel veel kamers zijn hetzelfde en zo, maar het is gewoon een vibe of zo moet je zeggen, weet je wel? Hier is handig voor jou, Pepe, ja. Ja, precies. Nou, hier. Ik heb er toch echt één gevonden. Ja. Nou, zoals je ziet, we zijn een beetje weer in een andere gedeelte nou van de klooster, hè. De tapijt is er hier nog. Het voelt allemaal wat zachter aan, hè? Ja. Dus bankjes zitten hier nog. Ik schrok me kapot. Waarom? De camera stond nog verkeerd om. Ja, dat schrik je wel, hè? En hoe? Hier. Kijk, hier zitten nog wat dingetjes. Spiegeltje ook nog. Oh ja. Hier, wc van het klooster 2.0. Ja, ja? Ja, je kunt kiezen. Zwarte bril of een witte bril. Ook nog. Ja. Dat is wel nice, ja. Kijk daar. Zie je die mensen? Zie, lopen weer mensen weg. Die gaan alweer weg. Ja, het is een druk bezochte locatie, hè? Maar niet iedereen heeft de ingang nog gevonden, gelukkig. Dat scheelt. Lekker buiten. Ja. Heb je ze gezien of niet? Ja, ik heb ze gezien, ja. Twee jongens, twee vrouwen met een hond. Klopt. Er komen weer mensen binnen nu. Ja. Ja, zoals we zeggen, het is een druk bezochte locatie wel. Wat wil je dan ook in Nederland, dit, hè? Ja, je kunt er ook niks tegen doen, hè? Je kan er niks tegen doen, nee. Het is ook aardig bekend. Het wordt ook steeds meer gevandaliseerd, zoals je wel ziet. Maar goed, ja, het is nog wel mooi om te zien, hè? Jawel, die kerk, de gangen en alles. Die kapel of zo. Kapel ook, ja, van alles. Het was weer een mooi avontuur, hè? Ik wou net zeggen, ik hoop dat de mensen in ieder geval het leuk vinden om zo te kijken. Precies, ja. Ik denk maar weer genoeg geluld, hè. En volgende week zijn we weer terug, hè. Ik wou net zeggen, volgende week hebben we weer wat. Ja, precies. Kijken hoe dat weer wordt. Precies. Misschien nog wat verloopt. Ik wou net zeggen, we weten ook niet hoe alles verloopt, dus. Nee. Dat zien ze dan volgende week. Yo! Nou, dan die weer uit, hè. Oké, dat klonk wel heel gescript, weet je dat?